Voor een groenere toekomst moeten er maatregelen komen. Dat beseffen de steden en de overheid. Maar in plaats van te investeren in duurzame oplossingen, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, heeft de overheid iets anders bedacht. Namelijk lage emissiezones. Lage emissiezones, the bane of my existence. Momenteel mag ik er nog in, met mijn ecologische diesel, maar in 2024 is het gedaan met de pret. Gelukkig kan ik ondertussen wat sparen voor een nieuwe wagen, maar niet iedereen heeft dat geluk. Neem nu als voorbeeld Maaike. Maaike woont in Kruishoutem en werkt in Gent. Ze werkt aan een bescheiden loon en ze komt uit armoede. Aan het eind van de maand heeft ze niet veel over. Sinds 1 januari mag ze de lage emissiezone niet meer binnen en kan ze niet meer met de auto naar het werk gaan. In plaats van een half uur onderweg te zijn met de auto, is ze nu 2 uur onderweg met het openbaar vervoer. Nog een quote van op TikTok. Ik moet werven weigeren, want mijn vrachtwagen is meer dan 10 jaar oud en een nieuwe kost 90.000 euro enkel en alleen om in Gent binnen te mogen. Van alle Antwerpenaren die niet in de lage emissiezone binnen mogen, zijn maar liefst 40% mensen met een laag inkomen. We bekomen dus een Matthäus-effect. De rijken kunnen een ecologische wagen kopen en de armen die betalen de rekening. En zijn elektrische wagens eigenlijk zoveel beter? Bij het maken, het produceren van die elektrische wagens en de recyclage van die elektrische wagens komt er ook veel vervuiling vrij. En onze elektriciteitsmix is helemaal niet zo ecologisch. De helft komt van kernenergie, op zich geen probleem, weinig CO2-uitstoot. En dan maar 18% komt van zonne- en windenergie. En daarnaast moet je ook nog eens bedenken dat zonne- en windenergie niet betrouwbaar is, want op sommige dagen heb je geen energie daarvan. En dan moet je dat tekort opvangen met een andere energiebron. En laten we niet vergeten, je kan ook de lage emissiezone omzeilen door een dagpas te komen. En dan hebben we het nog niet gehad over de lijn. De lijn heeft in 2021 maar liefst 52 boetes gekregen voor het rijden in de lage emissiezone met vervuilende bussen. Het is wel eigenlijk bijzonder ironisch dat een overheid gesubsidieerd bedrijf zich niet eens kan houden aan de regels. In plaats van zo in te zetten op lage emissiezones, zouden ze beter geld besteden aan het investeren in openbaar vervoer. Maar wat is nu het nut eigenlijk van die lage emissiezones? Ik hoor je al afkomen, natuurlijk luchtkwaliteit. En daar heeft Suhal Demir een onderzoek over laten doen. En toen bleek er uit dat onderzoek van ja, inderdaad, de roet en zo verder is gedaald. Maar over diezelfde studie zegt PvdA Antwerpen dat die niet betrouwbaar is. Er zijn blijkbaar verschillende meetpunten waar nu bijvoorbeeld werken zijn en die zijn dus niet. Dat zijn dus geen goede referentiepunten. En dan heb je ook nog het feit dat de haven van Antwerpen vlak bij de lage emissiezone ligt. Hoe kun je nu zorgen dat er minder stof is en minder vervuiling als je juist vlak bij de industrie ligt? Ook zijn er maar weinig meetpunten genomen in het platteland van Vlaanderen. En dus is de vraag, is in de lage emissiezone de roet verlaagd of is het overal verlaagd? Dat weten we dus niet. Als je de uitgebreide kritiek van PvdA Antwerpen wilt, dan moet je zeker eens kijken op hun website. Conclusie, de kleine man en ook de overheid met hun de lijnbussen betalen de rekening. Lage emissiezones hebben dus een Matthäus-effect. En wat voor effect hebben die lage emissiezones eigenlijk gehad? Wie zal het zeggen? Het is eigenlijk nog veel te vroeg om daar een oordeel over te vellen. Dank je voor het luisteren. Like, subscribe en comment zeker met je mening. Ik hoor het graag.